Yes guys, welkom terug. Het is jullie niet ontgaan, we gaan verhuizen hier. Wie had dat ooit durven te dromen? We zijn hier precies een jaar geleden begonnen met onze dream makeover van onze werkplaats. We hadden hier zoveel moeite in gestopt, in het schilderen, in de lampen, het gat dichtmaken, nieuwe bruggen en noem het maar op. En we gaan gewoon dan weer weg. Te triest voor woorden. Het goede nieuws is, Daniel heeft de sleutel overhandig gekregen en jullie zien het ook al in de werkplaats. Er zijn auto's weg jongens, want die staan er al. We moeten daar natuurlijk wel de hele verbouwing gaan doen en de verhuizing en de schilderwerkzaamheden en alles. Ja, dat betekent één ding, dat we daar gewoon zo snel mogelijk aan moeten beginnen natuurlijk, aan het schilderen. Want we hebben hier een deadline, we moeten hier namelijk over 3 weken compleet uit zijn. We hebben daar nog helemaal niks gedaan. Nee, jullie zien het, alles staat nog zoals het staat. En in die andere werkplaats zijn ze wel al hard aan het werk geweest, want ze hebben hem compleet afgetimmerd. En dat konden jullie zien als jullie ons hadden gevolgd op Instagram. Want op Instagram zie je nog meer van onze leven die wij leiden. En dat zie je dus niet op YouTube. Nou ja, een soort van behind the scenes, wat jullie nu ook zien. Maar goed, ja, ze hebben daar ontzettend hard gewerkt aan de werkplaats om eigenlijk alles te isoleren en geluidsdicht te maken. Want zoals jullie weten hebben we daar dus een metalen dak op zitten en met een kleinste regenbui hoorden we daar best wel veel geluid van. Ja, de eigenaar die heeft voor ons eigenlijk gezegd dat hij het voor ons ging isoleren en dat heeft hij ook gedaan. Dus het moet nou gewoon geluidsdicht zijn en rest nog één ding natuurlijk, het schilderen. We waren ondertussen echt aan het brainstormen wat gaan we met kleurencombinaties doen in de werkplaats, want dit is hoe het nu is. Dit vonden we toen heel mooi, nog steeds wel heel gaaf. Alleen gaan we dit dan weer overnemen naar onze nieuwe werkplaats of nemen we toch een nieuwe kleurensamenstelling? Ja, dus het was behoorlijk brainstormen van wat gaan we doen, want de meest kennen jullie ons al van deze kleurensamenstelling. Dus als wij op social media voorbij kwamen, zagen jullie al eigenlijk aan de achtergrond dat het van de twins is. Nou, dit is gelijk marketing, dus we dachten gelijk van oké, hoe gaan we dit oppakken toch? Want hoe belangrijk is het voor je video's dat de achtergrond klopt? Zoals jullie kunnen zien, eigenlijk een korte uitleg nu. Grijze muur met een bepaalde kleur ervoor. Weerkaatst gewoon. Het popt. Juist, popt. En het vette daarvan was dat we nog een kleur erboven hadden gedaan. Om gewoon nog meer op te vallen. Om het niet gewoon een standaard look te geven van een standaard werkplaats. Dit is ook niet echt een standaard werkplaats. Het is meer een studio en er wordt altijd veel gefilmd. En daarom vond ik het ook belangrijk om een kleur aan toe te voegen. Want wat je ook zegt, ook voor Instagram, maar ook gewoon voor de afleveringen. Dat als je iets zag, dan wist je gelijk dat het al bij de twins gefilmd was. Dus dat vonden we heel belangrijk. We hebben nu een hele vette kleurencombinatie in onze gedachten. De uitwerking moet nog komen, want dat ga ik jullie nog niet verklappen. Maar wat we nu gaan doen is in ieder geval al de bus voor de deur voorrijden. En dan al een paar dingen meenemen die kant op. Want we gaan de muren niet schilderen. We willen het spuiten. En daarvoor hebben we de spuitpistolen besteld. Het waren dus best wel goedkope spuitpistolen. En ja, het is dus om auto's mee te spuiten. En we willen het doen door middel van een compressor die we hier hebben in de werkplaats. Je kan het rolleren, maar om OSB-plaat te rolleren is behoorlijk, ja, niet fijn zeg maar. Want je hebt heel veel uitstekende delen. En als je het in één keer kan spuiten, is het in één keer glad. Dus ja, ik heb nog nooit met een spuitpistool gespoten. Het was en het is ook nog eens voor een auto, hè? Dus ja, we moeten de verf aardig gaan verdunnen, denk ik, om het door die spuitpistool heen te krijgen. Dus dat wordt nog wel een leuke uitdaging. Maar goed, ja. Ja, als het niet werkt, dan gaan we gewoon rolleren, toch? Ja, toch? Maar hoeveel hebben we verloren, ja. Niks. We dachten gewoon snel meters te maken door gewoon te spuiten. En we gaan het gewoon wel zien. Als het niet werkt, dan werkt het niet. Maar als het wel werkt, is het alleen maar mooi meegenomen. En ja, we gaan nu sowieso dus naar die werkplaats toe. Dan kunnen jullie zien hoe dat afgetimmerd is. En daarnaast ook gaan we begin maken aan, denk ik, een verwarming te realiseren. Want verwarming is heel belangrijk en daarvoor hebben we het volgende opgevonden en dat zien jullie zo meteen. Ik vind het wel spannend, zo'n nieuwe uitdaging, nieuwe locatie, maar dat brengt ook weer nieuwe kansen met zich mee. En een behoorlijk veel rust en dat is nog het belangrijkste. Dat je gewoon rustig op je eigen manier je filmpjes kan maken zonder de kopzorgen van anderen die hier voor de deur kwamen. Of door andere mensen die tegen je deur aan staan te pissen. Kom maar. Ja, stop maar. Dank je. Oh ja. Ons nieuwe project staat nog achterin. Hey, die was ik even vergeten. Oh ja, ik ook. Laat even weten wat we hiermee moeten doen. Met een waterscooter die dus geen motor heeft. Oh my god. Oh, een garagekat jongens. Hey. Miauw. Hoe heet die? Mosh. Moshie. Klein Alain. Nou, zijn we ook blij dat we daar vanaf zijn. We kunnen vertrekken. Let's go.
Nou jongens, jullie zagen het net. We waren even bij de Gamma. We hebben daar verfpotten gekocht om dus ja, een groot deel te schilderen. We weten niet precies hoeveel we nodig gaan hebben om het allemaal te schilderen. Maar kijk hoe mooi het is geworden allemaal, jongens. Zoals jullie weten hebben we boven dus een klein zoldertje. En ik heb hier al wat dingetjes gelegd. Dat hoeft in ieder geval niet meer naar onze oude werkplaats. Maar check even hoe gaaf het is geworden, jongens. Volledig geïsoleerd, dus die dak die maakt straks geen geluid meer als het regent, hopen we. Tenminste, de huurbaas heeft zijn best gedaan om het allemaal voor elkaar te krijgen. En ja, de rest was nog maar één ding gedaan. Alles schilderen naar wens. En natuurlijk onze lamp ophangen, brug erin. Maar goed, we hebben nu een idee gekregen in welke kleuren we willen. Zoals jullie net zagen in de beelden, hebben we dus grijs en oranje. En wij denken dus dat die strepen op de muur oranje moeten worden. Maar die hebben we dus nog niet gekocht. Want we willen het eerst allemaal donkergrijs schilderen. Voordat we straks echt die beslissing gaan nemen welke banen het gaan worden. Oh jongens, Daan. Ja, het is echt een karweitje nog. Ja, het is wel iets kleiner dan de ruimte die we nu hebben, zeg maar. Maar ik denk dat het hier helemaal goed gaat komen. Ik denk dat we hier hele vette content gaan maken. Het is hier ook zo rustig op het terrein. Als je, wat je ook ziet, je ziet iemand met een paard lopen. Ja, het is gewoon super rustig hier. Dus daar doe je het allemaal voor. We gaan even de spullen uit de bus halen. En dan is het eigenlijk wel weer laat. Want we zijn de hele dag druk bezig geweest om alles te managen, te fixen. Maar goed, we moeten door. We moeten de boel nog schilderen. Let's go. Onze standkachel zit in elkaar. Super nice. Dit is hem. En één ding mis ik dus. Een 12 volt accu. Hoe stom kan ik zijn? Ben ik gewoon vergeten. Maar goed, ik heb hier een BMW staan die ik toch niet ga gebruiken. Dus ik ga kijken of ik die accu eruit kan sleutelen. Met mijn drie tools die ik hier heb. Dat is een waterpomptang. Een radertje met 10. En een kruiskopschroevendraaier. Dus laten we hopen dat ik hem eruit krijg. En anders moet ik alsnog naar huis om mijn werkbus op te halen. Want daar zit dus wel een gereedschapskist in. Het ziet er naar uit dat het wel gaat lukken hoor jongens. Alles met een 10. Dit is BMW jongens. Dit is BMW. Alright guys, ook ben ik even gearriveerd. Ik sta hier nog in mijn motorlaars, ik ben mijn werkschoenen vergeten. Dus vandaag ben ik gewoon de cowboy. Het ziet er goed uit. Het is hier niet koud, maar ook niet warm. Het kan altijd wel warmer, dus vandaar ook dit ding denk ik. Ja, dit ding geeft alles aan hè, binnentemperatuur, wat hij stookt. Het is echt bizar hè, dit is recensies van het ding dan. Het is misschien China. Maar goed, het is echt een top ding. Ik had al een upgrade van jou vernomen, dat we eigenlijk de brandstofpomp gaan veranderen. Ja, klopt. Dit ding tikt zo erg, die brandstofpomp die hierin zit, om dus die diesel eigenlijk te pompen richting die motor, dat het super vervelend is. Maar er is een oplossing voor, er is een bedrijf die maakt dus ultra stille brandstofpompjes voor. Maar goed, laat hem aansluiten hier nog op tafel. En als die dan werkt, gaan we hem hier in de hoek zetten, met een klein gaatje naar buiten. Want er zit dus een uitlaat op. Het is eigenlijk een verbrandingsmotor die dan eigenlijk als het ware warme lucht genereert doordat die ontbrandt. Dus ja, stoer hè? Ik heb zelfs een afbediening gedaan waarmee je op afstand kan... Van het huis. Ja, dat denk ik ook ja. Oh, dit was zo'n alarmsysteem van vroeger van auto, dat je zo je auto kon starten van afstand. Ja. Stroompje erop, diesel erin en kijken of we hem kunnen vuren. En als hij dan aan is en lekker warm is, dan kunnen we hem in de hoek plaatsen waar we hem willen hebben. Ja, je moet roeien met de riemen die je hebt. Dus dit wordt tuning 2.0. Dit is geen how-to, jongens. Kijk hem nu. Nee, dit is... Doe het daarin. Nee, en dit gaat het nog niet worden. Ja, je hebt gewoon alleen maar een duct tape nodig, hè? Om jezelf te redden altijd. Dat is gewoon hoe het werkt. En we hebben stroom, hoor. Hij is aan. We hebben stroom. Top. Right. De rest is nog maar één ding. Dat is dus diesel erin pleuren. En het mooie van diesel is dat je ook je afgewerkte olie erin kan doen. En dat zien we ook heel veel online. Dat je daarmee gewoon je afgewerkte olie dus verwerkt. Houd er wel rekening mee dat je het super goed moet filteren, noem het maar op. Dat is onze zorg later. Dus laten we nu eerst opstarten op verse diesel. En als het goed werkt, dan kunnen we altijd nog op afgewerkte olie. Ik ben niet heel blij mee hoor. Nee? Nee, dat slaat gewoon uit. Nee, ticket noise is ook wel redelijk nog. Nog wel hè?
Je zou ermee kunnen leven. We hebben hem inmiddels aan de praat gekregen. Als je er een bak omheen doet, dan ben je gewoon klaar. Ja, hoe ver wil je dat afdichten? Maar misschien is het verstandig om nu al dat gat te maken bij de ingang. Want als die uitlaat straks heet is, is het gewoon moeilijker werken. Dus hij begint nu al langzaam warmer te worden. Uitlaat is al warm, denk ik, hè? Je begint wel lauwig te worden. Ja, dus laten we nu snel het gat maken bij de ingang. Echt, er moet een gaatje zijn waar dus dit tuigje doorheen past. Dus ja, wat zou het zijn? 3 centimeter in omvang. Het duurt even, hè, voordat alles even goed te warm wordt. Ja, het is de eerste keer dat hij aangaat, hè? Ja. Maar ik vind het tikken wel meevallen. Ik weet niet, horen jullie het op de camera? Dus. Nou, laten we maar weer uitzetten. Gaatje boren. En dan op zijn plek zetten waar hij blijft staan. Dus let's go. Ook op. We hebben het voor elkaar, jongens. Het was echt een mega struggle. 2 uur een gaatje boren, jongens. 2 uur. Die is in ieder geval opgelost. We hebben nu een kacheltje zometeen als hij gewoon goed op temperatuur is. Uitlaatje gaat hier naar buiten. Ga ik je weer laten zien. Zo, uitlaatje. Ja, dit is natuurlijk niet de afwerking, hè. Dus dit wordt nog allemaal anders. Alleen voor nu dat het even in ieder geval iets meer temperatuur in binnenkomt. Precies. Wat is dit nou, jongens? We hebben brand in de kelder. Wauw, hoe lang heeft hij gewerkt? 15 minuten. Dit is niet normaal. We waren er zo blij mee. Hij deed echt goed, hè? Waarom rookt hij door de inlaat? Omdat hij niet aanstaat. Voorverwarmen. Geen idee. Maar we hebben hem weer werkend, hoor. Dit ding is niet kapot te krijgen. Wij denken dat die accupol er niet goed meer op zat. Dat hij eraf geschoven is of zo. Denken wij, hoor. Er komt nog wel warmte uit. Maar we moeten hem eventjes doorkrijgen hoe dat nou precies werkt. Hij begon te roken, denk ik, doordat het zichzelf nog niet goed kon afsluiten. Hij gaat echt op heat. En dan kan je instellen heat 1, 2, 3, 4, 5. En dan zie je ook dat hij aangaat. En dan gaat hij zo meteen klikken. En dan, Alright, nou, we hebben zoveel tijd verloren nu met dit ding. Yeah. We gaan nu snel door met schilderen, want er is nog genoeg te doen. Daniel heeft even de oude pot erbij gepakt waarmee we onze oude werkplaats hebben geschilderd. En die is echt een stuk donkerder. Niet normaal. Hoeveel van die pot hebben we er wel naartoe gevoegd? Niet normaal, hè? Om het een beetje donker te krijgen, want hier zit nu 2 in. 2 van die dingen, ja. En het is nog lang niet zo donker als het moet zijn. Nee. Ik denk dat we maar 1 ding resteert. Dat is van dit erop verven. Of dit erop verven? We even naar de bouwmarkt. Naar de bouwmarkt, weer 2 van die knijfbeestjes halen. Niet 2, nog 5. Als het niet meer zijn. Ja. Ik heb er dus 8 gekocht. De hele stelling is nu leeg gewoon. Dus we kunnen ze nu allemaal leeg knijpen erin. Om de juiste kleur te bepalen. Dus we blijven tellen, hè? Ja, dus hoeveel zit er nu al in? Dit wordt mijn derde. Dat wordt de derde. Je had er nog wel 2 bij moeten. Ja, hè? 5 tubes verder is hier nog steeds niet zo donker als dat we hem eerst hadden. Dus we gaan nu eigenlijk de restanten van onze oude garagemuurverf verdelen over de 2 emmers. En als het dan niet de juiste tint is, dan gaan we er daarmee gewoon door. Want we hebben geen tijd te verliezen. We hebben echt geen tijd meer te verliezen. We zijn echt al zo lang bezig met alles eromheen, behalve het schilderwerk. Ik heb jullie nog niet eens verteld dat we het gaan schilderen. We zijn dus bij de Gamma geweest en ze hebben ons eigenlijk afgeraden om het te spuiten. Het is misschien minder werk om het te spuiten, maar het is wel moeilijker, want je moet de verf gaan verdunnen naar de juiste dikte die je spuitpistool aan kan, moet ik zeggen. Dus ja, we hebben gekozen om te rolleren en daarmee hoef je ook minder af te plakken, dus minder spetters, noem maar op. En na 3 dagen schilderen zijn alle muren geschilderd. Zoals jullie kunnen zien is het iets minder donker als dat we hadden gehoopt. Maar ik vind dit eigenlijk ook wel heel erg ziek.
Maar het lijkt nu op een soort van Nardo Grey. En ja, dat is wel een kleurtje die best wel dik zit op een auto. En ik denk ook dat de auto's die straks hier binnen komen te staan, onder de hexagonlampen, dat die best wel gaan poppen bij zo'n grijze muur. Het plafond moet nog, zoals jullie kunnen zien. Die gaan we dus in mat zwart. We hebben een speciale, wat is het, een toevoeging kleurstof gekocht om die straks toe te voegen aan die grijze pot die we al hebben staan. Zoals jullie weten, met al die kleurstof erin en nog steeds die mat zwart. Maar straks moet het helemaal goed komen. En dan kunnen we straks het plafond dus mat zwart schilderen, hexagonlampen eronder en dan wordt het super dik. Wat ik nu ga doen is als volgt. We gaan de lijnen op de muur uitzetten, maar we de strepen gaan doen. Zoals jullie weten, in onze vorige werkplaats hadden we ook strepen, die waren rood. En nu dachten we eerst, we gaan voor oranje. Nou, oranje op deze kleur muur, ja, popt niet echt naar ons idee. En wat vonden we dan wel vet? Daar komt ie, tam tadadam. Bam! Intense blue. Dit wordt echt mega ziek. Ja, laten we kijken hoe dit uitpakt. En als we één muur hebben gedaan, gaan we kijken of het mooi is. En dan kunnen we de rest altijd nog doen. Jongens, ik ben excited. Het begint nu echt op een werkplaats te lijken. Geen houten muren meer. Dus laten we snel die strepen erop maken. Let's go. Zoals je kan zien is het super vet geworden, tenminste dat vind ik. Laat even weten in de reacties wat jij ervan vindt. Ik denk zelf dat het nog meer gaat poppen straks als de hexagonlampen dus op een plek hangen. En dan komen die kleuren, contrasten echt goed uit. De BMW die staat echt flink in de weg. De motor is stuk. We hebben hem hier naartoe proberen te rijden en dat was fataal. Hij is uitgevallen en ging daarna niet meer aan. Althans, heel erg moeilijk met gas erop. Dus de BMW is verleden tijd, er moet echt een swap in komen. Maar ja, als het goed is hebben we dat al geregeld. Dus dat gaan jullie binnenkort zien als de werkplaats klaar is. Maar goed, boven moet er nog een hoop gebeuren. Want het dak moet nog geschilderd worden zoals je kan zien. Dit wordt allemaal mat zwart. En ook in de hoek komt hier een kantoortje. Dus er komt als het goed is een wand zo. En een wand zo. Dus dat is wat we nog in de toekomst gaan maken, wellicht al in de volgende aflevering, dat we dat in elkaar gaan schroeven, ook gaan schilderen en dan hebben we gewoon een mooi edit studiootje straks, waar we straks natuurlijk die leiding van die stand kan gewoon naar boven gaan doen. We hebben super veel gedaan in deze aflevering. Vond je deze aflevering nou leuk? Vergeet niet te abonneren en te liken. Terwijl ik dit allemaal vertel, loop ik van de trap. Mega handig. Maar goed, ik zie jullie bij de volgende aflevering. Ciao.